Hoi. Hey, hallo. Leuk dat je er weer bent. Jongens, vandaag zijn we wedergekeerd in Contentveen. We staan hier op Berend zijn prachtig huisje. Berend, hoe is het nou met jou? Hè? We zijn een keer hier met jou begonnen. Je hebt gewoon allemaal deals die ik eigenlijk nooit meer doe. Berend, je bent een beetje oud aan het worden. Oh, wacht heen. Hallo, Berend. Hallo, kom terug. Hallo. Ja, ik heb tegen jou. Nee, hallo. Jongens, ik heb vandaag zoveel zin om gewoon weer lekker te gaan bouwen. Maar voordat ik dat ga doen, mijn editor heeft weer een leuke gif. Weet je wat dat betekent, jongens? Dat betekent gewoon even dat je moet abonneren en moet liken. Want bij 4000 likes en een reactie waarin je zegt appelmoes bananenpuree. Sorry, misschien schreeuw ik te hard. Appelmoes bananenpuree. Als je dat doet, dan ga ik een keer met de kijken. En dan maak jij kans om op Contentveen te komen. Dan gaan we gewoon, ga ik een keer met jou mogelijk hierop spelen. Maar dan wel met één iemand. Er is één iemand gaat winnen. Ga ik gewoon één iemand in de reacties ga ik uitkiezen. En dan krijgt hij van mij een leuke rondleiding in Contentveen. Dat is denk ik wel leuk, hè? Maar goed, laten wij alles even wat wij vorige aflevering uit de Endger, hoe noem je dat, ja, gestolen hebben. Laten we het even opbergen, want ik heb te veel troep bij me. Hey, ik heb trouwens ook een brewing stand, want die heb ik gepakt natuurlijk in de End vorige episode. Dus als ik die nou eventjes plaats waar ik hem wil plaatsen, weet ik veel, hier of zo, en dan die gewoon erin doe. Kijk hoe leuk dat eruit ziet. Dat voegt best wel veel toe. Oké, jongens, laten we verder gaan met ons, ja, wat is het? Kathedraaltje, de kerkie. Ah! Hallo vogeltje, mossel. Hoe is het met jouw mossel? Ik heb eigenlijk een nametag voor mossel. Ik ga een nametag. Wacht even hoor, jongens. Het is belangrijker dan de kerk. Mossel. En hatseflats. Hier, hoppakee. We hebben mossel. Mossel de vogel. En dan gaan we nu gewoon rustig verder met de kerk. Wat ik zei al vorige aflevering, wat ik eigenlijk daar wilde doen, dat was gewoon deze toren afbouwen. Echt, toen kwam Robin toen aanzetten. Flashback. Oh, oh nee. Wat kom je doen? Die kwam aanzetten, vet trots. En toen zijn we naar de End gegaan. Heel goed gelukt allemaal. Echt waar, niks fout gegaan. Niet bijna al onze spullen verloren. Het is niet alsof Robin daadwerkelijk al zijn spullen is verloren. Nee. Het ging gewoon heel goed. Dus laten we het daar ook maar niet over hebben. Maar toen was ik hiermee bezig. Daar wilde ik het over hebben. Toen was ik begonnen aan de toren. Alleen ja, ik had nooit echt de tijd om hem af te maken. Dus laten we nu gewoon deze toren even helemaal omhoog brengen. En dan hele leuke dingen ermee doen. Hele leuke dingen ermee. Zeg gewoon de toren afmaken zodat het er goed uit. Waarom zou je er leuke dingen mee doen? Hele goede YouTuber ben ik. Heel goed. Ja, heel goed. Alright, nu heeft de toren ongeveer een beetje dezelfde hoogte als het eerste dakje hier. Waardoor ik nu denk ik toch wel de randjes even netjes ga maken in de zijkanten. Zodat het er gewoon wat leuker uitziet. Of zou ik beginnen met deze kant? Dit is niet echt de voorkant. Dat is het verwarrende. Je zou zeggen dat dit de voorkant is. Maar ik denk dat ik er ook toch wel een soort van klein deurtje aan toevoeg. Maar niet echt de hoofdingang van maak. Maar ja, als je hier namelijk niet naar binnen kan telkens, dan is het wel heel vervelend. Als je elke keer helemaal daarheen moet lopen. Goed, laten we beginnen met die paaltjes aan de zijkant. Want dat gaat er wel leuk uitzien. Dan voegen we hier allemaal van dit soort dingen toe. Puur zodat ik een soort lijntje kan maken dat doorloopt, als het ware. Van de hele linkerkant naar de rechterkant. Kom, haal ik die sprong? Nee! Viel er bijna af. En dan hier gaan we hetzelfde. Wederom zo. Dan doe ik dit even wat dikker maken hier. Dit moet natuurlijk ook eigenlijk nog steeds een houten dak bovenop hebben. Ik moet alleen even kijken hoe ik dat ga doen. Dat gaat wel moeilijk worden. Maar als ik nou zo doe, zo, zo, zo en dan weer zo, kan ik als het goed is daaronder nog zelfs. Misschien dat ik het even een beetje moet variëren. Maar kan ik zo doen? Kijk, dat ziet er dan toch wel leuk uit. Goed bezig zijn we, jongens. Hey, wat zijn wij goed bezig met z'n allen. Kijk, dit is allemaal goede GTA 5 roleplay dit. Ik weet niet waarom ik dat blijf zeggen. Zo, hoppakee. En kijk, dan ziet de zijkant er ineens al een stuk afgewerkt eruit. Verder komen hier dan ook nog ramen in. Laat ik die gelijk ook uitgraven. Althans, ik ben nog niet helemaal klaar met die pilaren. Zie ik nu ook. Die mogen nog wel wat dikker. Maar daarvoor heb ik iets meer dirt nodig. Iets meer bouwruimte. Gaat later wel allemaal terraformen nadat het klopt en zo. Maar voor nu heb ik eventjes een beetje dirt nodig om gewoon de ruimte te creëren. Hier, deze ruimte. Hoppakee. Oh, alles is hier aan het vliegen. Dat is wel echt vervelend. Vooral de toren hier aan het einde. Die vliegen gewoon echt ver boven dat dal. Daar plaatsen we leuk van die dingetjes er tegenaan. Net zoals bij het kasteel een beetje. Allemaal in dezelfde. Oh, wat doe ik nou? Gaat helemaal fout. Allemaal in dezelfde stijl. En dan nu de ramen. Ik denk dat ik het gewoon zo ga doen. Dat dit wel heel leuk is. Gewoon van die wat lagere raampjes. Oeh, ik kom wel tegen de grond hier. Met het plafond. Oeh, dat is niet heel goed. Misschien dan toch zo. En dan zo een beetje. Ja, dit is wel leuk, denk ik. Ja, ja, dit is wel leuk. Laten we het zo doen. Kijk, nu komen we er echt van die. Ja, die raampjes die horen erin. Dit soort raampjes. En van binnen ziet het er ook leuk uit. Want het klopt gewoon. Kijk maar, alles is in puntvormen en dan zijn de ramen ook in puntvormen. Aan de andere kant heb ik dan ook weer even wat meer dirt nodig voor de ruimte om op te lopen telkens. Maar ja, misschien dat ik hier wel gewoon het gebouw door moet laten lopen. Ja, of een soort fundering moet maken. Moeilijk jongens, deze boom moet sowieso weg. Deze boom die zit heel erg in de weg en het is gewoon heel vervelend. Oh nee, creeper, alsjeblieft. Hou op met me hoor. Nee, nee, nee. Oh, nee, daar had ik echt geen zin in. Oh, hij is dood. Oh, thank god. Hey, mijn torch moet nog op mijn helm. Ik kan zeggen, wat is het donker omheen? Laten we dan ook gelijk even de details aan de andere kant op de muur bouwen. Dus die pilaartjes en zo. En dan eindigt het, als het goed is, met zoiets. Kijken. Ja, klopt. Paaltje.
blokje, paaltje, blokje, paaltje, ster. En dan hier weer, ster eronder, blokje, blokje, paaltje, of blokje, blokje, weet ik wat het zal wel. Allemaal blokjes. Uiteindelijk zijn het allemaal blokjes. Zo, al die details zitten erin. Dan is het tijd voor het raampje om erin te zetten. Nou, dat is zo gedaan. Dat laat ik 2 seconden werken elke keer. En ik twijfel tussen gewoon doorzichtig glas of mooi glas en lood. Dus dat ik gekleurd glas hierin ga doen. Ik denk dat gekleurd glas namelijk wel heel lijp kan zijn. Kan er wel echt bij horen, weet je? Gekleurd glas. Misschien kan ik hier zelfs nog meer detail toevoegen. Een beetje zoals dit. Ja, kijk. Oh, en dan moet hij hier... Oh ja, ik heb een idee. Wacht. Kijk, en als ik hier dan nou nog walls ernaast plop. Oh, ja, dat is mooi, jongens. Misschien zelfs nog een slepje erbij. Ja, kijk wat een details er dan in één keer in deze muur terechtkomen, hé. Ja, met deze zijkant, deze muur, ben ik wel tevreden nu. Ik zie daar wel een beetje heel veel cobblestone. To be honest, dit is misschien wel een beetje echt heel veel. Dus laten we dit... een beetje vervangen. Door zo te doen, die misschien ook nog even te vervangen daar. Maakt het wel heel cobblestone-achtig. Zo, kijk, dat ziet er iets beter uit. En dan nu van een af... Ah! Standje. En dan nu van een afstandje. Ja, dan ziet het er al helemaal leuk uit. Gewoon een leuke muur vol met details. Dan hier. Oeh, die zie ik. Wacht even hoor, kijk. Nee! Hier. Ja! Hoppakee. Daar wilde ik een blokje hebben. Ja! Dat voegt veel toe. Goed zo. Dan moet hij daar ook. Hoppakee. Oké, laten we dan nu rondom zo naar de voorkant gaan. De voorkant ook even leuk detail geven. En dan ziet het er allemaal gewoon even wat beter uit, hè, jongens. Details aan de voorkant brengen is moeilijk. Ik denk dat ik hier een soort nu raam gewoon helemaal zo wil doen. Net zoals dat ik een beetje daar heb gedaan. En volgens mij bij die andere. Maar dat die wel uitsteekt. En dan moeten er ook nog allemaal blokjes op daar terechtkomen. Dat is moeilijk, jongens. Deze is moeilijk. Zie je hier toch dat zo'n deur, weet je? Kan op zich wel leuk zijn. Maar dan wel een soort trapdoordeur. Like, heb ik trapdoors hier? Nee, maar ik kan ze altijd maken. I mean, hè? Het is tenslotte Minecraft. En dan like, kijk. Zo, 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 zo. En dan nu nog een deurtje erbij. Volgens mij kan dit wel mooi zijn. Like, zo, zo. Ja, hier. Volgens mij zit er wel een leuk deurtje erin. Maar dan nog net iets meer detail erbij. Zo, zo. Oeh, oké. Okay. Alright. Kijk, dat ziet er al leuk uit. Een mooi begin. Het vogeltje staat ook gewoon precies in het midden eigenlijk. Hè? Gewoon even te chillen. Het is echt een puzzel dit, joh. Jemig. Het is echt een beetje in elkaar te puzzelen. Wat ik nou allemaal ga doen. Maar wederom ben ik wel blij waar dit naartoe gaat. Als ik het zo zie. Imagine hier nu. Wacht, imagine. Ik ga het gewoon laten zien. Ik wil zeggen, stel je voor dat daar nu gewoon zo'n gat van glassen zit. Maar waarom zou je het voorstellen? Ik had het gewoon maken. Ja, en daar dan glas en lood in. Oeh, dat gaat heel clean worden, denk ik. Zal ik eens kijken of ik dat... Ik ga dat gewoon vast proberen te maken. Maar welke kleuren heb ik dan allemaal nodig? Volgens mij oranje, rood, paars, geel. Volgens mij gewoon een hele regenboog, joh. Nou, glas heb ik genoeg. Is. Nou, ik ga nog even wat meer smelten. Dat doe ik wel hier gewoon. Voor nu boeit dat me even niet. Probleem is, ik heb niet echt de kleuren ervoor. Als in de dyes. Dus hoe ga ik dat doen? Ik denk dat ik namelijk paars, roze, rood die combo wil, weet je? Dat duisterachtige. Nou, maar niet heel duister, maar wel een beetje duister is het. Rood kan ik fixen, weet ik. Dan nemen we gewoon heel veel boommeel mee. Nou, dan heb ik best wel wat rood. Paars is volgens mij een beetje of magenta-achtig te fixen. Of door bloemetjes of met blauw te mixen. En blauw... heb ik ook wel, jongens. Hier kan ik namelijk gewoon blue dye van maken. Zo. Laten we heel even snel wat rode dye fixen. Oh, die heb ik trouwens hier staan. Kijk, hier kan ik heel even wat rode dye fixen. Kijk, als ik dat zo doe. Ja, dan kan je purple dye. Dus op zich, als ik zo even doe, heb ik ook al wat purple dye. Liefst wil ik nu ook nog magenta. Maar ja, hoe krijg je dat? Hoe krijg je magenta? Of die moet ik zeker gewoon uit een bloemetje halen. Oh, dat meen je. Kan ik ook dan hiermee light blue dye maken? Ah, oh, magenta. Dat doe je met wit. Oh, dan heb ik in principe genoeg, jongens. Voor heel veel. Wacht even, hoor. Als ik nou gewoon nog heel even wat lapis lazuli erbij pak. Heb ik extra blauw hier. Kijk, hoppakee. Als ik heel even kist met allemaal andere troepen even weg. Gewoon hier. Gewoon even allemaal andere dingen. Kijk, dan heb ik nu alleen nog maar dye in mijn inventory zitten. Laten we de kleuren maken die ik wil. Ik wil graag hebben. Nog wat blue dye. Zo. Ik wil nog wat extra witte dye hebben. Zo. Oké, okay, paars heb ik genoeg. Purple dye, prima. Wat we nu willen? We willen magenta. Willen we een beetje van hebben. Zo, dan hebben we ook een stack magenta. Light blue wil ik ook wel een beetje van hebben. Zo hebben we ook ongeveer een stack. Dan hebben we ongeveer een stack rood. En ongeveer ook nog een stack blauw. Ik denk dat deze kleuren, dat dit de kleuren zijn die ik nodig heb voor mooi mozaïekachtig. Hoe noem je dat? Ik ben helemaal op de naam. Ik letterlijk zeg 100 keer de naam. Van gekleurd glas. Hoe kom ik er nou niet meer op? Ik heb echt 100 miljoen keer deze aflevering dat naar die naam gezegd. Glas en lood. Dat was het gewoon volgens mij. Nou, glas. Hoppakee. Ik heb alleen niet genoeg glas, denk ik. Je kan niet glass paint dyed maken, volgens mij. Oh, dat kan wel. Oh, in dat geval, laten we heel veel glass paints maken. En dan nu gewoon aan de slag. Laten we zeggen, laten we eerst even al het glas hieromheen doen. Oké, laten wij maken 10 van elk. Oh, dat wordt hem trouwens niet. Laten we dan de blue verdelen over 5.
Ja, oké, okay, kijk. Weet je waarom ik... Een beetje gek doe ik dit misschien doen, maar kijk. Doe we zo, 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 zo en zo. Nou, dan hebben we oprecht best wel veel glas. Laten we dan nu gelijk die kant op gaan en het gewoon even gaan plaatsen. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Oké, okay, van elke wil ik even eentje in mijn inventory hebben hier. Hoppakee, daar kan ik gewoon aan de slag gaan. Daar moet ik wel voorzichtig mee zijn dat ik niet te veel kleur gebruik. Anders ziet het er ook niet mooi uit. En het moet wel een beetje aan elkaar doorlopen, dus... Lijntjes erin, echt. Hey, Rini joined the game. Moet niet zomaar random zijn, alleen maar stipjes. Je moet echt een beetje lijntjes creëren met dit, jongens. Als je ooit een keer van plan bent om iets met mozaïek te doen, is dat een tip vanuit mij, denk ik. Gok ik. Ik weet niet, ik ben geen expert erin, maar hè. Zo ook maar wat. Dit ziet er wel leuk uit, hoor, jongens. Oh, ja. Kijk eens even. Ik ben er niet... Het is heel moeilijk, vind ik, maar... Oh, dit past er wel heel goed bij van gewoon gekleurd glas. Misschien dat ik er nu een soort kruis ook nog in kan verwerken of zo. Met dikker glas. Ik weet in ieder geval dat ik hier wel heel blij mee ben. Kijk dan. Kijk, het is nu vooral dat je een beetje er doorheen kan kijken, waardoor het gekkig is. Maar als je van een zijkant kijkt, weet je, als het interieur uiteindelijk klaar is, dan klopt het gewoon. Oh, dat klopt echt heel erg. Oké, laten we gelijk de zijkant hier even maken. En dan het plafonnetje erop ook. Oeh, nee, trouwens, voordat we dat doen, gaan we eerst heel belangrijk naar binnen, om even hier het glazen lood erin te doen. En dan misschien zelfs die extra detail. Ah, ik ben mijn bricks vergeten binnen. Ik heb natuurlijk een kistje geplaatst met alles daarin binnen. Nu ben ik vergeten mee te nemen. Ah ja, doe het zo. Hoppakee. Oh nee, dat kan natuurlijk niet. Ah, dat kan niet eens. Ben ik een ei. Kan niet met de dinges. Kijk, als ik namelijk hier dit doe. Laten we even zien aan jullie. Als ik zo doe. Kijk, dan gaat hij er niet tegenaan zitten. Dus dit moet wel gewoon een normaal blok zijn. Kijk, goede mozaïek. Althans, die past er net niet bij. Dus laten we daar de paarse van maken. Ja, moet wel een beetje combineren met elkaar. En doe hier een soort blauwe raam. En daar dan deze bij. Ja, kijk, die matchen ook. Je moet een beetje opletten met wat matcht en wat vloekt. Kijk, uiteindelijk vloekt alles wel met elkaar. Maar ja, dat is volgens mij een beetje glazen lood, het hele idee ervan. Ja, kijk, René. Oh, René met de redding. Die geeft me heel veel blokken. Ik heb René gevraagd of ze nog wat extra zat. En ja hoor, dat heeft ze. Thank you, Rini. Dankjewel, René. Oh, dankjewel. Ja. Oh, jongens, moet je zien. Dat glazen lood, het geeft een soort, ja... De zonneschijn die er doorheen gaat, die is ook gewoon gekleurd. Oh, dat ziet er mooi uit. Oké, al het glas zit erin. Dus kunnen we daar uiteindelijk weer verder gaan. En met de toren achterin natuurlijk. Althans twijfel ik of ik daar misschien wel glazen lood wil. Dus ja, dit is wel echt iets voor dit vooral. En trouwens, als ik dan glas doe, moet het dan glazen lood zijn. Maar dat zien we dan wel weer. In ieder geval, alle dyes kunnen we weer wegstoppen. Het zijn wel simpele kleuren die ik kon maken. Daar ben ik wel heel blij mee. Ik had echt verwacht dat het veel meer gerotzooi zou zijn. Vinden jullie het trouwens leuk, zo'n bouwepisode, jongens? Laat het dan zeker even weten. Een duimpje omhoog doen. Abonneer, oké. Eventjes. Maar we hebben bijna die 150.000 abonnees, jongens. Dus vergeet het vooral niet te doen. En laat even weten of jij een bouwaflevering zoals dit wel leuk vindt. En dan ga ik nu even iets onverwachts doen, jongens. Want ik merk de hele tijd als ik wat blokken nodig heb... dat ik het heen en weer lopen zo ontzettend vervelend vind. Laat ik deze spullen weer even pakken eerst. Zo. En dan een verdiepingje naar beneden springen. En dan wil ik eigenlijk hier even een doorgang maken... met een soort trappetje naar beneden. Maar wel gewoon netjes die ik vaker kan gebruiken. Hier, denk ik. Gebruik ik dit stukje eindelijk ook een keertje gewoon mooi. Want dit staat hier toch gewoon. Kan ik hier een doorgang maken. Is dat te doen? Oh, nee, dan kom ik in de helft. Dat moet anders. Ja, dat moet dus op een andere plek. Misschien hier. Door de tuin. Even kijken hoor. Dat het dan hier zo gaat. Dit kan, toch? Dit kan volgens mij wel gewoon, ja. Hier zo. En dan het pad een beetje door laten lopen, zoals dit. Dan heb ik gelijk een route naar mijn kerk. Gras weghalen, plaatsen daar hout. Zo kan een beetje slep zijn, maar ja, daar heb ik even geen zin in om dat nu helemaal te fixen. Misschien zelfs de doorgang wat breder maken, zoals dit. Ja, kijk, dan loopt het echt daadwerkelijk. Nou, het zal wel. Voor nu is het prima. Zo, laten we dan nu even een pad maken naar beneden. Maar hoe gaan we dat doen? Kijk, zo. Ik wil hier gewoon nu een pad naar beneden hebben. Ik heb denk ik wel een leuk idee. Ik denk dat ik de bocht gewoon gelijk zo maak en dan zo'n trappetje naar beneden. En dan een lange en niet te stijl. Ik denk dat dat wel heel leuk is. En dan in dezelfde stijl als het kasteelmuurtjes hier. Waardoor het eigenlijk niet echt opvalt. Dan kan ik gelijk slabs pakken. Want het is niet te doen om dit met dikke blokken te bouwen. Zo lelijk. En ook twee dik. Anders wordt hij net te breed. En dan kan je niet meer echt lekker hier kijken naar je mooie kerkje. Zou ook zonde zijn. Zo, en dan kom je hier aan. Oh, dat is wel leuk hoor. Dan heb je gewoon echt de pad ernaartoe zo. Dat je hier naar beneden kan lopen. Ja, wat kijk hier. Hier gaat het zo deze kant op. En dan naar beneden. Kijk, zeg maar zoals dit. Oh, maar dit is zo vervelend bouwen, jongens. Oh, met enkel slabs bouwen is zo ontzettend vervelend. En als het goed is, gaat het wel krap worden, maar moet het passen. En anders maken we gewoon nog één klein bochtje als het nodig is. Ik kom al bij de graven. Net vervelend uit. Dus laten we dan hier al gewoon de bocht maken. Sorry,
graf van alle beesten. Die wordt toch binnenkort verplaatst naar een beter plekje. En dan zo om het af te sluiten. Ja, oké. Dan gaan we kijken of we hier iets leuks van kunnen maken. Of dit een beetje netjes kan gaan. Volgens mij moet dit wel kunnen, toch? Dan is het gelijk ook even wat krapper hier. En dat oogt gewoon altijd hoe dichter alles een beetje op elkaar zit. Ja, hoe leuker het in mijn, mening oogt. Dan oogt het ook gewoon als, ja, mooier. Kwast. Dode kwast bedoel ik. Ik moet eigenlijk even je graf... Weet je wat? Het gaat erom wat in de inhoud hier in de kist ligt onder jou. Dus ik bouw heel even op je graf. Maar dat maakt niet uit. Hé, daar heb je René weer. Die heeft waarschijnlijk hout voor me gehakt. 1, 2, 3. Kijk, daar gaat ze strooien met hout dat ze doet. Oh mijn god, hoeveel heeft ze? Wow, René. Wow. Ik hoef echt voorlopig geen hout mee te hakken. Gewoon door René. Oh my days, jongens. Echt waar. Kijk dit dan, dat hout. Kijk, en nu moet ik even naar boven om wat te halen. En kijk, het pad is natuurlijk nog niet mooi. Maar ik kan wel gewoon even snel zo naar boven lopen voortaan. En dat gaat nog wel vaak gebeuren als ik naar de dinges toe wil. Als ik naar die dat begraafplaats wil. Het kerkhof. Kerkhof, waarom zeg ik niet gewoon dit het kerkhof? Dat is gewoon precies wat het is, een kerkhof. Zoals nu heb ik even wat steen nodig. Hoppakee. En wat cobblestone heb ik nog, dus... Dan gaan we even het muurtje netjes maken. Ik denk dat ik er toch eentje verder wil. En dan moet ik maar de graaf gewoon even opschuiven. Want hij is net te dichtbij nog, toch? Zodat ik hem eigenlijk nog eentje verder zo wil hebben. Ja, sorry, Vlek. Spijt me. Ik moet je graf gewoon weghalen. Ik weet het, jongens. Dit is echt grote disrespect. Allemaal af en even in de reacties. Dit is grote disrespect naar Kwast. En naar Vlek. En naar alles en iedereen. Maar de graven moeten even worden weggehaald. En dan hier zo. Kijk, dit gaat er gewoon uiteindelijk net wat beter uitzien. Zo hier. Ja, dit is beter. Het enige is dat dit een beetje gek is. Maar ja, daar kan ik gewoon niks meer aan doen. Ja, boeien. Dan mooi dit randje zoals dit fixen. Oh, René met nog meer blokken. Rini, thank you so much. René, die blijft gewoon echt dingen aan me geven. Dat is zo fijn, hè. Dat maakt het leven zoveel makkelijker. Als je gewoon een René hebt die dingen aan je geeft. Dan aanraden, jongens. Neem een René in je leven. Zo, dat ziet er al goed uit. Laat ik dan nu het stenen zo wat ik opgehaald heb gebruiken. Door die gewoon zo tussen te doen weer. En dan verspreid met cobblestone en cobblestone mossy blocks. Ja, dit matcht weer. Het matcht gewoon gelijk weer. Je ziet, het is gewoon één op één hetzelfde, een beetje als die muur. Moet je nagaan als ook de walls er nog tussen zitten. Ik denk dat de trap wel zo moet. Zie ik nu dat dit weg moet en dan hier de trap. Zo. Ja, dat is denk ik... is het leuker? Het oog misschien wat logischer. Dat het zo gaat. Ja, dan moet, hier moet ook een muurtje zoals dit komen. Dat is het enige. Ja, laat ik dat maar doen. Dat ziet er toch wel beter uit. Zo, oké. Dan is dat ook netjes afgewerkt. Klopt het hier ook? Ja, prima. Goed genoeg. Dan denk ik om dit hoekje even netjes te maken dat ik het zo ga doen. Kijk, puur om dit hoekje even netjes te maken. Dan hier een torch of zo aan de spannen. Hier van allemaal beesten. Daar heb ik ook geen zin in. Loop je zo oneindig te zoeken omdat je ze maar niet kan vinden. Kijk, dit is dan denk ik net even het hoekje. Ja, dan is het hoekje gewoon ook afgewerkt. Klopt het ook meer. Plaatsen de walls ertussen waar nodig. Maar ja, waar is nodig? Hier zo denk ik. Nog wat laatste finishing touches erop loppen. Zoals dit. Wat stairs of slaps gewoon. Dat dat hoger is. En dan zo gewoon denk ik. Ah, dan klopt het wel. Zien dan hier voor de leuk ook nog even twee walls zo. Beetje voor detail. Ja. Nee, oké. Dan is de brug ook gemaakt. Het is alleen nog niet echt belicht. Maar dat komt allemaal nog wel. Dus ik nu eigenlijk de kisten moet ik ook even naar binnen verplaatsen. Zal ik dat gelijk doen? Dat het hier even wat rustiger is buiten? Ja, laat ik die kisten maar naar binnen verplaatsen. Zo, ook gelijk even wat netjes geplaatst. Of wat, nou, netjes iets beter. Laat ik hier al mijn steen in doen. Ga het gelijk weer een beetje sorteren, want dat is ook in de loop van de tijd fout gegaan. Hier het cobblestone. Hier het hout. Dat is de bovenste kist. Waar we nu echt heel veel van hebben weer. Daar ben ik zo blij mee, jongens. Daar ben ik... Oh, hier ben ik zo blij mee. Laten we even gelijk wat extra kisten plaatsen. Want ik bedoel, ik denk dat ik meer nodig heb ook. Deze ook bijvoorbeeld. Die plaatsen we dan gewoon weer hierboven. Zo. En dan het glas en zo. Daar wil ik eigenlijk wel een losse kist voor hebben. Dan maak ik hier mijn troep van. En hier glas en kleurtjes en weet ik veel. Dat ga ik denk ik wel vaker nodig hebben voor deze build nog. En last but not least, de troepkist. Althans, laat ik alle natuurdingen hier plaatsen. En dan daarboven even een troepkist. Ah, trouwens, boeien. Ik maak hier gewoon de troepkist van. Uiteindelijk, alles wat hierin zit, moet toch nog verplaatst worden naar binnen. Gewoon, dat hoort hier niet eens te staan. Dit. Het zijn allemaal dingen die eigenlijk in mijn kasteel horen. Zo. Hoppakee. Mossel gaan we je ook even verplaatsen. Ik bedoel, kom maar mee. We gaan jou gewoon heel eventjes ook naar binnen verplaatsen of niet? Waar? Nee, Mossel, kom maar. Kom maar. Nee, trouwens, ik vind jou wel leuk om hier te hebben. Je hoort een soort van bij het bouwwerk inmiddels. Mossel hoort hier. Gewoon, dit is zijn spot. Ook gewoon waar zijn vriendje Karel dood is gegaan. Dit klopt gewoon. Oké, nou in ieder geval top zo. Ruimte hier gecreëerd. Ziet er allemaal wat leuker uit. Ik kan nu ook gewoon zo naar boven en naar beneden lopen hier. Vanaf hier kan ik nu ook als ik wil kijken naar de... kijken naar de kerk. Het ziet er ook goed uit zo. Je nagaan als je nog meer details hebt. Maar dat gaan we allemaal volgende keer doen, jongens. Want deze video is afgelopen. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Het was een en al bouwen en eigenlijk bijna niks anders. Abonneer zeker even als je daarvan houdt, want dat gebeurt wel vaker. Ik kot het veen. En dan nu spreek ik later glaasje water tot 4 flesje bier. Kijk zeker ook even deze video, want wauw, deze video. Bah! Ik weet niet wat ik doe, maar dit is een hele leuke video. Daarom doe ik het eigenlijk gewoon. Spreek later glaasje water tot 4 flesje bier.